Ga ik naar mevrouw Van Ginneken, D66. Ja, dank voorzitter. Ik had wel verwacht snel in dit debat aan te lopen tegen de desistance myth, zoals die heet in de literatuur. Ik vind het opmerkelijk dat we dat al meteen met de eerste inbreng hebben. Ik was hier ook al bang voor. Er is op social media en in de media behoorlijk feiten vrijgesproken over onderzoeken en statistieken. Het getal van een hoog aantal jongeren dat uiteindelijk terugkomt op hun uitspraak transgender te zijn, 80%, is echt niet waar. Dat is gebaseerd op heel slecht onderzoek. Dat is van heel lang geleden, sindsdien al heel vaak herhaald. En er zijn hele andere cijfers die daarvoor gelden. Dit voorjaar heeft Princeton aangegeven dat het 2,5% is die uiteindelijk aangeeft toch thuis te zijn bij het geslacht dat bij geboorte is toegekend. Er zijn ook onderzoeken in Australië en Spanje geweest. Als je die middelt, kom je uit op 96%. De middeling is even voor mijn rekening. 96% van de kinderen die aangeeft transgender te zijn, zet dat ook door. En ik denk dat het belangrijk is om dat vast te stellen, omdat we hier graag, wat mij betreft, een debat voeren over feiten en niet over frames. De heer Bisschop. Voorzitter, ja. Kijk, ik stel vraagtekens ook bij bepaald onderzoek. Dan hebben we dat onderzoek geanalyseerd. En daar hebben we daar onderbouwd kritiek op. Alleen, ja, ik kan niet anders constateren dan dat in serieus onderzoek, zowel in Nederland als daarbuiten, gesproken wordt over 80-85% van kinderen die gevoelens van transgender behoefte hebben en die daar na de puberteit niet meer op terugkomt. Dat haal ik uit de literatuur en daar heb ik geen social media voor nodig. Ik wijs er ook op dat de evaluatie van de transgenderwet zelfs ook uitgaat van die 80%. Mevrouw Van Ginneken. Hoewel ik daar wel kanttekening bij heb. Bij de mevrouw Van Ginneken. Ja, ik heb daar ook kanttekeningen bij, voorzitter. Laten we dan even kijken naar dat onderzoek wat de heer Bisschop zelf goed geanalyseerd heeft. Kijk, ik waag er niet aan. Ik baseer me op andere onderzoekers die onderzoek herhalen. En daar noemde ik er net een aantal van. Dat onderzoek van de heer Steensma van het Amsterdam UMC van lang geleden. Daarbij werd een groep transgender jongere kinderen voor over een langere periode gevolgd. Gedurende die periode van het onderzoek is de definitie van wat transgender is en de definitie die gebruikt is in dat onderzoek versmalt. Dus er is gestart met een grote groep waarvan eigenlijk bij de tweede controle een groot deel niet binnen de definitie viel. Dat is gemeten als zij zijn geen transgender meer. Maar dan ben je letterlijk appels met peren aan het vergelijken. Er is ook een hele groep die niet geantwoord heeft op het verzoek om opnieuw de enquête in te vullen. Daarvan heeft de onderzoeker destijds gezegd, zij zijn geen transgender meer. Nou, sorry, als de heer Bisschop dat analyseert en dan tot de conclusie komt dat dat een goed onderzoek is, dan moet de heer Bisschop misschien eens even wat methodische cursussen gaan volgen. Heer Bisschop. Voorzitter, het staat mevrouw Van Ginneken vrij om te verwijzen naar een ouder onderzoek van de heer Steensma. Ik noem de heer Steensma straks ook nog wel. Er is ook vervolgonderzoek. En die geven wel degelijk deze percentages aan. Ja, ik kan het niet anders maken. En dat is serieus onderzoek, methodologisch zorgvuldig uitgevoerd. Ja, en als het dan de uitkomst niet welgevallig is, het zij zo. Maar het kan zijn dat we het over de verschillende onderzoeken hebben. Maar ik reik het u graag aan waar het op gebaseerd is. Dank u wel. Tot slot mevrouw Van Ginneken en iets korter de interrupties. Ik stel vast dat de heer Bisschop het onderzoek waar ik net naar verwees van Princeton niet een serieus onderzoek noemt. Daar zal Princeton blij mee zijn. De heer Bisschop, u vervolgt uw betoog. Volgens mij verwees mevrouw Van Ginneken naar Steensma. Een verouderd onderzoek. Daar hadden we het over, volgens mij hoor.